Zo, ik ben nu hier in Ansel Plaza in New Delhi. En zoals je ziet, wat ik jullie zo meteen ga laten zien, het is heel modern geworden. 3 jaar geleden was ik ook hier, maar toen was het nog niet helemaal af. Wat je nu hebt gekregen hebt, de topmerken zoals Guess, Levi's, noem ze allemaal maar op. Die zitten allemaal nu hier in deze mall. Kom, als je even meeloopt, kom even mee. Als je goed kijkt, al deze mensen die hier lopen, zijn de meeste mensen zijn middenstanders. Of high class mensen. En dit is zo sterk gegroeid hier, dat er nu een hele grote aanbod is van allerlei producten die wij hier ook in Europa kennen. Dus laten we even doorlopen. Kom, let's go. Benetton heb je. Alle soorten merken heb je hier zo. En het zijn allemaal Indiase mensen die hier lopen. Dus het is best wel leuk. Hè? En het complex is heel groot. Het is een heel groot complex. En als je goed kijkt, is alle soorten mensen lopen hier rond. En heel veel buitenlanders. Want dit raden ze ook aan als je wil shoppen, zoals ik ben een shoppingfred. Als je dus wil shoppen, kom hier gewoon naartoe. Happy summertime, niggas. Oh, yeah. Wat ik meestal doe als ik hier in Delhi ben, voordat ik wegga terug naar Nederland, is het altijd even leuk als je wat dingetjes hier kan kopen voor vrienden en familie. Nou, wat je dan kan doen is dat je dan hier komt om te shoppen. Je hebt gewoon, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 verdiepingen. Net zoals de Bijenkorf in Nederland. Heb je gewoon 5 verdiepingen met alleen maar winkels. Dus om te winkelen, je kan je gewoon uitleven. Ik ga even verder. Ik zie je zo. Mordor, Mordor, Mordor. Zoals American Express, Visa, wat wij gewoon in Europa hebben, in Amerika hebben. Alles accepteren. Ik ga nu even een keer binnen kijken hoe het allemaal is. Ik zie jullie zo. Uitgewinkeld. Ik heb de spullen eventjes in de winkels gelaten. Ik ga het zo meteen ophalen. Wat ik nu ga doen is, ik ga weer terug naar het vliegveld, naar International Indira Gandhi Airport. Van daaruit ga je gewoon rechtstreeks weer terug naar Amsterdam.